voor een volgende truc. Hoe kruip je door een A4-blad zonder dat je daarbij lijm of plakband gebruikt? Gebruik gerust een kladblaadje hiervoor. Je weet dat je het papier niet in een of andere knoop mag leggen en dat de uiteinden van het papier aan elkaar moeten blijven. Ik gaf je al een tip door te verklappen dat je van het papier zoiets als een cirkel moet maken. Ik vertel je nu hoe het gaat. Eigenlijk is het heel simpel. Je knipt een strook van ongeveer 2 centimeter langs de buitenkant van het blad. In de hoeken draai je gewoon mee, zodat je een spiraalvormige reep krijgt. Als je helemaal rondom rond geknipt hebt, krijg je iets dat er zo uitziet. Een hele lange reep. Die snij je nadien midden door. Plooi daarvoor even een stukje van de reep en geef een knipje in het midden. Van hieruit kun je de reep nu volledig dwars doorknippen. Draai daarbij aan de hoeken ook mooi mee. En als je dat helemaal geknipt hebt, dan krijg je iets als dit. Een hele grote cirkel waar je misschien wel met heel je groep door kan.